Wat dan zou nemen dat toeval een kwestie is van lanen, die op zichzelf misschien deel uitmaken van een banale realiteit, maar die met anderen snijden in een punt dat niemand kon verzingen, dat niemand kon voorspellen of bedenken. Want je kunt veel bedenken, maar niet alles. De weg van Jerez de la Frontera in Andalusië naar Stockholm in het noorden is een rechte lijn. Natuurlijk, je kunt van ieder willekeurig punt op de kaart naar ieder ander punt een rechte lijn trekken. Dat is een kwestie van een lat en een potlood. Maar die lijn van Jerez naar Stockholm is bijzonder. In die zin dat ze dwars de Rijnwaarden besnijdt. En dat heeft belang in mijn vertelling. Want de man uit mijn vertelling, Pepe Tilde, moest langs die lijn naar omhoog. Pepe Tilde was een bijnaam. Want Tilde, moeten weten, is een lijsttiken. Dat is dat slangetje dat ze in Spanje boven een N zetten voor er een je van te maken. Dat is een Tilde. Ze noemden hem zo. Wellicht omdat hem schreef. Gedichten, gedachten. En dan een satirisch stukje in een satirisch tijdschrift. En daar botsen wel op de eerste rij de beroemdheid hem uit Spanje wegging. Hij had weer een plezant stukje geschreven over Franco. En die kon daar niet meer lachen. Franco. Die kon daar niet tegen, want die leefde toen nog. Er was nog een reden. L'amour. Hij had een Zweedse vrouw leren kennen, de zomer ervoor op het strand van Almuñécar. Dus A, noord-noorden, langs de lijn. En hij pakte zijn tijd. Hij ging langzaam. Andalusiër schoon, langzaam. Traag, maar trots. Gelijk een boer die zong nog met zijn goede kostuum aan en zijn witte man over zijn veld stapt. Pepe Tilde liep anders, je zult straks begrijpen waarom. En hij dus naar omhoog, traag langs de lijn, heel Spanje daar. Zong er wel moeite de Spaanse grens over wat toen niet zo vanzelfsprekend was. Frankrijk binnen, een paar dagen bij vrienden in Lyon. Voorts naar Parijs, weer een paar dagen duur zakken bij Spaanse vrienden. En zo stelde ik eens aan richting Belgische grens. Tot in Maubeuge, waar het begon te regenen. Dan de grens over. En zo naar Antwerpen, waar het nu wellicht een schip wou nemen naar Stockholm. En zo kwam het op zekere nacht, op zekere zomernacht, Pepe Tilde door de Weekstraat liep. Nee, fout. Pepe Tilde door de Weekstraat hinkte. Want Pepe Tilde was kruipel. Zijn rechterkant was een puinhoop. Bij iedere stap die in hem zette, weer een precies 20 centimeter kleiner. En dat was niet alles. Hij miste ook zijn rechterarm. Afgezet, niet heel goed gedaan. Boven de ellenbogen. Enfin, gezocht die witte stoemp. Pathetisch, om het dat Kurt Mauke van dat zomerremmetje steken. En zo hinkte Pepe Tilde door de Weekstraat. En toen begonnen die lanen hun snijpunt te naderen. En begonnen die schikgodinnen, die aan betaante wijven van dat witlaan koor, zo wat rapper om hun spinnenbeeld te draaien en zo wat natiger te lachen als anders nog. Want Pepe Tilde hoorde zingen. En niet zo maar een lied. Nee. Hij hoorde zingen Porcieria, de cante hondo, de diepe zang uit zijn eigenste Jerez de la Frontera. Dus hij bleef staan en hij zei rond. Het was al
Alles was al dood, was een uur of twee. Er was nog één vensterje verlicht. Een klaarcafé? Nee, een restaurant. Waar ze blijkbaar nog een tuinzakje waren met kante hondo en wijn. En als u rap het hem kon daar naartoe. Die deur was los. En dan zagen wij hem binnenkomen. Wij, dat waren Chato de Heré. De flamenco-zanger, ook uit Gresel Frontera. Dan nog een gitarist uit Malaga, die ze de Moscatel noemde. Dat hem geen Moscatel dronk natuurlijk. En nog een gitarist, een Belgium. Even dat een beetje blankt, 80 jaar. Ja, grote verbazing van Pepe. Maar hoe kan dat nou? Allee, hier zo ver van huis, zo ver in het noorden, in die vreemde stad, in een vreemd land. Kan te porcigeria, maar mensen toch allee? Vriend, door die deur toe, kom binnen, zit er bij, wij gaan drinken, flesje wijn, en er kwam een flesje wijn. En toen begon het feest natuurlijk maar pas gauw, want Pepe kon natuurlijk ook zingen, was ook de kenner van de kante flamenco. Enfin, dat werd een feest, het ongelooflijk, net. Flamenco nacht. Laat ik hier niet gaan, iedereen heeft meegemaakt en ik heb veel flamenco nacht meegemaakt. De nichter notje flamenca. Maar op een stil moment, toen de stroom een beetje trager vloeide en de wijn wat trager vloeide en er nog een sigaretje weer gedraaid en de gitaar weer bijgestemd, kom dat gesprek toch op die naam. En het was Chato, onze man van het Gres, die het vroeg. Vriend, die naam. Zo'n ongeluk. Maar jongen, dat je door met daar het leven moet, dat je dat kunt. Dat is al taftig, dat is vreed. Hoe zit het die kwaad gerokt in de oorlog? Nee, zei Pepe, daar een ander ongeluk. Ik ben gevallen. Als jong manneke, ik was amper 9 jaar, ik was metsersgastje. En ik stond boven op een stelling. Ja, en ik viel. Die iemand van boven. Van die stelling. Op de stenen. En mijn rechterkant was een panhoep. Oh, je ziet dat. En je weet wat gaan met jaren mensen bij jongens. Er is geen geld voor. Dan laten ze liggen, dan lappen ze wat doen. Maar een arm hadden ze misschien kunnen redden, maar dat kost ook veel geld. Die chirurgie, dat onechte, die taart, die genezing, dat kost veel geld. En voor ons arme mensen is er geen geld. En amputeren, dat kost niks. Het is rap gedaan. En het is proper. 9 jaar worden, zei Pepe. Want die heette ook Pepe, Chato de Heré. 9 jaar. En dat was in Gerês. Ja, zei Pepe Tilde, dat was in Gerês in de zomer van dat jaar, ik vergeet het nooit. En dan stelde Chato, onze zanger, een heel eigenaardige vraag. De Jagolle, of ik, moet zou hebben gesteld, hè. En hij vroeg, vriend, wat hebben ze met je arm gedaan? Maar Pepe antwoordde. Met een arm. Die hebben ze christelijk begraven. Je kent toch die gewoonte. In ons katholiek land. Ze hebben niet afgezet. Mijn hand, een been, een voet, een arm, laat bij mij. Er is juist iemand gestorven. Die laakstoot komt voorbij. Ze hebben die een arm. Meneer pastoor, is er nog een plotje? Wacht eens. Ja, vriend, kom maar. Naar die kist met die arm. Tok, tok, pardon. Die arm erin, kist terug toe. Dank u wel. Laakstoot naar het Karekhof. Kist in de put. Zijn er over weer ook bloemetjes. En uw arm. Hoe stuk van een mens is christelijk begraven in de kist van een christelijke mens. Je kent de gewoonte toch?
Mannenarm lei in de kist van een vrouw. Dit jong juist was gestorven. Misschien vrouw geweest. Val te jong gestorven. Ze was verongelukt. En dan vroeg Pepe. Vriend, hoe was die vrouw verongelukt? Doe het gedrukt, zei Pepe Tilde. Tussen een camion en een gevel. Een zware camion, vol met foute sherry. Smal strotje, bocht niet goed gepakt. Die vrouw komt erom, ja, niet. Tussen de camion en de gevel van Noos. Doe het gedrukt. En de chatter zei, dat was... Vroeg het nog eens. Dat was in de zomer van dat jaar. In Jerez. Ja. En dan weer de chatto. Wit. En waar ook. Want we voelden dat er iets ging komen en het kwam. Vriend, zei de chatto. Die vrouw. Dat was mijn moeder. En dat was dus waar. Ik bedoel, ik heb dat vooral niet verzonnen. Dat is echt. Ik was erbij. Ik vertel het like het was. Dus die twee mannen, uit Andalusië, Jerez de la Frontera, zo ver van ons, waar je de wind van Arabië en Afrika al voelt. Die ontmoeten met je anderen in een toch voor hun toch vreemde stad, een stad die toen voor hun al drie namen had. Amberes, Anvers, Antwerpen. En wat blijkt? De ene is een arm, nee. De ene is een kinderarmje. Lij in de kist van de moeder van de andere. Zie mensen, die nacht trok ze nagen er open, boven ons, was nog juist nacht zo. En die staren stonden er zo, nog juistjes wit te pinken. En die lachten ze wies. En met één oog zagen die naar ons, naar beneden. En met een ander oog. Zouden ze naar Jerez de la Frontera staren kunnen dat, hè? Naar dat mythische, witte, maar zeg maar Moerse, Jerez de la Frontera. Maar als ze toen wel zullen hebben binnengezien in de graf, waar dat toen een blieke vrouw haar hand wel op dat armje van dat kind zal hebben geleid. Het jij een keer hebt verteld, dat is pakweg 35 jaar geleden zo gebeurd. Ik was erbij, ik was die in Belsnatuurung die gitaar speelde. Maar tot vandaag hoor ik nog altijd die kreet van Pepe Tilde, toen het die twee mannen in mijn kinderen draaiarmen vlogen. Mijn arm is begraven met jouw moeder. Mi brazo está enterrado con tu madre. En met Wannes en Pepe Tilde gaan we richting oudjaar en verder. Bieke had ook alweer even geleden een uitgebreid gesprek met diezelfde Wannes. Dat is dus voor straks. En volgende week zondag, de eerste van 2009 is dat, blikken we uitgebreid terug op de mega-uitzending rond 15 jaar ATV. Tijdloze babbels dus en heerlijke muziek van Natalia en Udo. Heel graag tot volgende week.